Lennart! Kom op, Jas, kom op, kom op! Applaus voor de moeite, heel goed. De gemeente Almelo heeft niet met het bedrijfstoernooi meegedaan. Maar ik durf al de belofte uit te spreken dat volgend jaar de gemeente Almelo met een team vertegenwoordigd is. Of ik daar zelf aan meedoe, dat laat ik nog even in het midden. Veel publiek, terrassen zijn gevuld, we zitten bij de havenkom. En ik denk dat dit evenement alles in zich heeft om de komende jaren verder uit te bouwen. Meer met het water te doen, te combineren. Meer met bedrijven ook te gaan doen. En dan krijgt Almelo er in de komende jaren een steeds belangrijker evenement bij. En ik denk dat dat goed is voor de stad en goed is voor de regio. Ja, geweldig. Echt, wat een superleuke locatie met het water hier en het publiek. Iedereen is enthousiast. Ik heb echt genoten. Nou, ik ben de blokkeerde. Hij is de verdediger. We wisselen af en toe wat af, maar dat is de verdeling in het veld. Volgende week staan we in Praag voor een World Tour toernooi. En we hebben nog het King of the Court in Utrecht. En ons doel is natuurlijk om in Parijs te staan in 2024 op de Olympische Spelen. Dat is natuurlijk ons doel. Ik merk nog steeds dat de toernooikalender een beetje leeg is. Omdat het natuurlijk kost heel veel geld om toernooien te organiseren met alle testen en zo. Maar ik ben blij dat het weer op gang komt. De entourage hier in Almelo, hoe is die bevallen? Nou, echt niet normaal. Ik denk de leukste van het seizoen. Meen je dat? Ja, meen. Nou, dat zeg ik niet omdat we hier staan, maar en omdat ik gewonnen heb, omdat ik vorige week ook gewonnen. Dus het was echt super gezellig hier. Hartstikke blij, wat jij? Ja, heel blij. Geweldig. We spelen net nieuw samen, dus net nieuwe partners in het beachvolleybal. En we hebben twee toernooitjes gespeeld en allebei meteen goud in Nederland. Dus tot nu toe alleen maar winst. Maar volgende week spelen we voor het eerst internationaal. En dan gaan we kijken wat we daar doen. Ik denk dat dit ook voor de komende jaren een heel mooi evenement kan zijn. Wat echt allemaal ook op de kaart zet. Je hoort bij een heel aantal Nederlandse steden waar je competitie speelt. Als dat ook in Almelo kan, sta je in een mooi rijtje. En ik denk dat voor de binnenstad van Almelo dit een prachtig evenement is. Hoop ik dat dit echt een heel mooi blijvertje van Almelo voor de komende jaren wordt. Dat we het nog wat verder uit kunnen bouwen. Nou, nogmaals, en dan is het. Dit is natuurlijk het hoogtepunt, hè, de mooiste wedstrijd. Maar wat ik zeg, als ik hier donderdagavond met ons bedrijf, met sportbedrijf, met wat team sta, vrijdagavond weer. En andere bedrijven hier ook zie, dan denk ik van nou, bedrijfsleven kunnen we hier ook nog wat meer bijtrekken, nog wat meer verenigingen. Ja, dan kunnen we echt over een volle week hele mooie dingen doen, ook de komende jaren. Graag!